Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door vaneigenbodem.nl. Wel, vandaag in Nederland proeft de fruitigste groentesoort rabarber. Levensgevaarlijk op die scooter! Ja, we hebben de warme kassen hebben ingeruild voor het frisse Nederlandse weer. Fantastisch, we staan bij vaneigenbodem.nl rabarberteler John Peters. Jawel, vandaag de gast echt ja, te midden van de rabarber. En ook mijn grote vriend Ed is er weer. Wat was je aan het doen? Wat denk jij? Hey. Aan het wassen. Rabarbertjes wassen, kleine wasjes, grote wasjes. Zie je het, ja. Hey, wat ga je maken voor John eigenlijk? Oeh, combinatie. Rabarber kompotje, rabarber pureetje, lekker wat sperpies. Sperpies? Ja. Oh, maakt me gek. Heerlijk. Helemaal top. Dus ik ga lekker aan de slag. Ga aan de slag, dan ga ik gelijk door op zoek naar, naar John. Volgens mij staat hij daar in het veld. Ik ga pak gelijk de scooter. Ik zie je zo weer, Houston. Yo. Zo, aan dan het water. Heel belangrijk natuurlijk. Als hij goed gewassen is, ideaal. Want een beetje aanhangend water in de pan. En het leuke is ook, je moet ruim rabarber gebruiken. Want 250 gram rabarber wil zeggen ongeveer 100 gram kompot. Dus gewoon lekker ruim, dan gaan we aan de slag. Zo, kijk eens eventjes. Jongens, met mijn voetjes in de blubber. Dit is toch wel Hollandser en Nederlandser kan het toch niet? Zo, we zetten hem eventjes hier neer. En dat, hier hebben we de gewassen rabarber. Nog een beetje met dat aanhangend water. Snijden we in grove stukjes van 5 centimeter ongeveer. Ik hoor Winston, hoor hem nog eens eventjes gaan daar zo. Hartstikke leuk. Zo, de rabarber. Grove stukjes, 5 centimeter, doen we in de pan. We gebruiken niet de groene blaadjes, want die zijn extra zuur. En wat gaan we er allemaal voor lekkers in doen? Ik heb hier wat aardbeidjes, wat aalbesjes, framboosjes en wat bosbesjes. En ik heb een klein beetje rietsuiker. Erg belangrijk is, nooit te veel suiker gebruiken. Maar er zit een klein zuurtje in de rabarber. En dat willen we eigenlijk ook wel zo laten, maar een beetje tegenwerken. Je kan het zelfs ook met diksap proberen als je geen suiker wil gebruiken. Dat is nog gezonder. Niet te veel rietsuiker. Beter wat toevoegen, want de zoet kun je er niet meer uithalen. En het is juist lekker om hem lekker fris te houden. Nou, wat hebben we nog meer? Ik heb hier de aardbeidjes. Haal er gewoon het kroontje vanaf. Snijden we in kleine stukjes, want die gaan we gewoon een klein beetje meekoken. En deze zijn echt voor de smaak. Een beetje framboosjes heb ik hier zo. Aalbesjes, die halen we gewoon zo van het stompje af. Hup, hou het stompje over. En wat bosvruchtjes. En dan houden we wel de helft zeker van de garnituren over. Want die gaan we dadelijk mooi fijn snijden als garnituur. Want die willen we natuurlijk niet als pap gaar gekookt hebben. Oh, ik heb hier een vanille de bourbon. Gewoon een vanillestokje. Die snijden we eventjes doormidden. En we koken ermee. Kijk eens, want je ziet hier die zaadjes. Normaal kan je het zo eruit halen. Maar wij koken hem gewoon zo lekker in de pan mee. En ik vind het ook nog lekker om een beetje sterrenijs toe te voegen. Je ziet ook echt een sterretje. Oh, en het ruikt ook heel fris naar anijs. Zit in Pernod, Ouzo, noem alles maar op. En natuurlijk een vers kaneelstokje. Maar daar mag je er best wel twee bij doen. Voordat we op het vuur gaan zetten, nog een leuke tip. Mensen gaan denken ook wel eens, we gaan hem eventjes schillen. Maar dat is zonde, want dit geeft juist die hele mooie helrode kleur aan je rabarber als we hem gaan koken. Kacheltje erbij. Kacheltje aan. Je hoort hem al lopen. Heel belangrijk is om hem heel af en toe rustig eventjes om te roeren. Zodat hij niet aanbrandt. Maar zet hem vooral niet vol vuur. Ongeveer drie kwart vuur. Rustig laten garen. 15 minuutjes max. En steeds een beetje in de gaten houden. Hey. Ja, ja, de vliegende Hollanders tussen de rabarber. Goedemorgen, mensen. Hey, John. Alles goed? Heerlijk zo, hè? Ja, tussen het product. Belt. Het zonnetje komt op. Heerlijk. Ja. Mag ik vragen wat je aan het doen bent? Ik ben even aan het controleren of de rabarber al bijna lang genoeg is. En hoe ziet het eruit? Ja, op zich de kwaliteit is goed. Maar hij moet nog even groeien. Nog ongeveer 2-3 weken, denk ik. En dan, worden ze groter dan dit? Ja. Nou, ze kunnen wel ongeveer zo hoog worden. Echt waar? Ja. Nou ben ik met Nederland Proeft al verschillende rabarbertelers tegengekomen. Ik heb verschillende tilten gezien.
Waarom is dat? En kan je uitleggen welke verschillende teelt er zijn? De volgrondse teelt, zoals je het hier ziet. Heerlijk. Zo, ja, in de Hollandse grond. Ja. En je hebt ook hetzelfde met tunneltjes erover, dus plastic kas erover, zodat het gewas eerder kan groeien. En dan heb je ook nog de binnenteelt op de betonnen vloer. Dan zetten we gewoon de planten halen uit de grond. Dat heb ik ook gezien, was heel bizar om te zien. Ja, maar wil je het eens proberen om in het oogsten? Wat gaan we doen dan? Natuurlijk. Hallo, Nederland proef, maar we moeten ook aan het werk. Ik ga zelf proberen, ja. Waar moet ik opletten, John? We plukken gewoon de dikste teelt, dus niet de jongste. Dus deze is bijvoorbeeld lang genoeg. Ja, en je trekt hem eruit, hè? Ja, een beetje een draaiende beweging. En dan staan het blaadje zo eraf. Oeh, hoppata. Hé, en hier zie je de bol nog aan, hè? Ja, dat is de bloem. Dit is de bloem, jongens. Ja. Moet eens kijken. Ja, dat klopt. Die zien we elk jaar bij de ras in ieder geval terugkomen. Dat ligt ook een beetje aan de koude nachten. Draaien. Ja. Draaien. En een beetje netjes maken. Want jullie houden van het product. Ja. En wat doen we met die bladen? Die maken gewoon op de grond vallen, ja. Tuinbomen. Hey. Leuk. Ja, heb ik eigenlijk nog wel een vraag, John. Worden de rabarberplanten eigenlijk gezaaid of worden ze geplant? Ze worden geplant. Geplant? Ja, dus van één grote plant, zoals je hier ziet, dan halen ze uit de grond. Ja. Van één grote plant kunnen we 3, 4 nieuwe planten maken. En krijgen die planten aangeleverd? Nee, die maken we zelf. Maak je zelf? Die kan ik eventueel laten zien als je graag wilt zien. Wil ik zien? Natuurlijk, we willen terug naar de oorsprong. Ja. Ik wist natuurlijk dat je zou komen, ik heb hier wat voorbereid. Ja, ik zie ze staan. Ja, dat je het over de oorsprong had. Ik denk, ik zal even laten zien wat er nou eigenlijk in de grond zit. Dit zijn 2 pollen, die heb ik zelf pas al uitgerooid. Kijk, hier zie je de ogen. In deze plaatsen, daar komen ook de nieuwe stelen aan, zeg maar. In principe is elk oog zal 1 plant kunnen zijn. Dus we pakken daar een mes en dan kan ik zo hier een nieuwe plant van maken. Okay, dus ik zie er 1, 2, 3, 4, 5, 6 misschien wel op. Ja, misschien wel 6 planten. Ja, doe jij het voor, dan kan ik daarna een poging maken. Ja hoor, je hebt er 2 staan, zie ik. Dus, ja, 1 voor jou, 1 voor mij. Dus hier zie ik, hier kan ik mooi snijden. Ja, dat is wel spierkracht voor nodig. Kijk, ik heb 2 ogen. Dan heb ik hier nog een keer. Dus dat is het belangrijkste, dat je gewoon de ogen vindt. En die, en die maak je zeg maar separaat van de hele bol. Ja. En die geeft dan eigenlijk weer de kans om opnieuw tot een volwassen rabarberplant te groeien. Ja. Dus deze plant, als ik die zo in de grond stop, dan... Dit is voldoende? Ja. En dan geven we meteen water, dan kan er over 2 jaar weer zo'n plant zijn. Kijk, dus als je bijvoorbeeld hier al snijdt, langs deze oog, dan hebben we alvast een begin. Zoiets? Ja. Het is zwaar. Au, joh. En dan deed je hem even zo, hè? Ja, even weer terug. Andere kant op. Verdikke jongens. Ja, en dan ga ik tot aan die kluit, dat ga ik niet redden, denk ik. Kom wel. Ja, helemaal. Ah, tuurlijk, joh. Ja. Kom op, post. Tja. Hop, kijk eens. Hier tussendoor? Ja, daar tussendoor. Maar niet. Yes. Ja. Is die zo prima? Dat is prima. Ah, is wel heel mooi. Ik ken de grond. En, Nou, kijk eens. Nou, dan vind ik eigenlijk wel dat jij een heerlijke maaltijd hebt verdiend die Ed voor jou gaat klaarmaken straks. Dus dat zou lekker zijn. Haal ik jou straks op, is dat goed? Ja, is prima. Oké, nou. Maak hier nog even af. Is goed, hè? Is goed. Yo. Yo. Dag. Kijk, hij is mooi draderig ook. Gaan we hem eventjes koud zetten. Folietje erop dadelijk. Ik hoor mijn maatje alweer aankomen. Haha, hey Winnie! Wij gaan gewoon even de spelers pakken, laat hem maar lekker rommelen hoor. Even kijken. Zo, chef. Precies op tijd, chef. Ik mooi heb zo hier de spelletjes klaar, zeggen. Oh. En we gaan ze lekker marineren. Wat heb jij nou bij je? Dit is een zelfgestekt stekje met een oog erop. Rabarberplant, zo wordt het allemaal weer hergebruikt. Iedere dag leren we weer zo. Ja, mooi, hè? Neem ik mee naar huis, ga ik op het balkon proberen. Kom je mij gezellig helpen? Ja, dat kan ik doen. Fantastisch. We gaan de spelpjes marineren. Oké. Okay. Zo, alle belangrijkste winsten. Schone werkbank. Als we die nou eventjes een beetje wegzetten, mag jij dadelijk het vlees snijden. Ja. Dan weten de kinderen ook wie het vlees snijdt. Nee, het is eigenlijk heel simpel. We hebben de mooie bad weer winsten. Even kijken, links, rechts moeten we weer een beetje gaan kijken. Maar gewoon links, je snijdt hem eigenlijk over het vlees snijden en weg. Want normaal, voor de mensen thuis, we willen een hele kam. We gaan het weer anders doen. We zijn Nederland proef. We gaan iets anders doen. We gaan kleine stukjes snijden. Dan heb ik hier een bekkentje. Daar gaan we ze in. Schoon. Netjes in. Plancheren. Ja? Of gooien. Wat we willen. Als jij gaat snijden, ga ik de marinade maken. Oké. De marinade. Wat zit er allemaal in de marinade?
uiteraard een beetje olijfolie. Ik heb een beetje ketchup gaat erin. Ketchup mag best wel ruim, want we gaan hem flink laten marineren. Ik vind het altijd lekker om een beetje een klein zoetje te geven met een beetje bastardsuiker. Gaat die win? Heerlijk. En wat bij de marinade ook lekker is, Vincent, een beetje frisheid van een limoentje. Dan gaan we hem even goed mengen. En dan gaan we nog even de verse ingrediënten toevoegen. Vincent, kan je me weer even helpen? De Spaanse pepertjes. Dunne ringetjes. Ja, dunne ringetjes. Ah, dat is precies goed, hè? Mooi klein. Weer voorlangs, dat is levensgevaarlijk. Een beetje verse koriander in de marinade. Ja, de pepertjes kan je gewoon erin doen. En dan hebben we nog een beetje knoflook. Ja, hartstikke mooi. Hoe drukken? Ja, helemaal zo drukken. Dan druk je het velletje weg. Perfect. Velletje weg. En hak hem maar. Mooi, hè? Hoppakee. Zo, Wim. Dat kan er ook gewoon bij. Ja, kom maar. Mag best wel grove stukjes, want het is echt voor de smaak, hè? Je kan een beetje tomatenpuree. Ik doe een beetje lekker tomatenketchup. En als laatste een beetje zoetigheid. Een beetje gember. Ja, verse gember erbij. Zo, en dan doen we nog door de marinade. En dan roeren. En dan gaan we nog gewoon... Een kok die proeft altijd alles eventjes na, natuurlijk. Hij is lekker pittig. En dan gieten we hem zo mooi. Het ziet er nu al lekker uit, man. Ja, maar het belangrijkste is die marinade. Hè? Goed. Want nu geeft hij het hele stukje vlees, zeg marinade. En die gaan we even met een folietje even wegzetten. Dan ga ik eventjes de puree maken. En dat moet even intrekken, neem ik aan. Het lekkerste is om gewoon eventjes 24 uur weg te zetten. Wij hebben nu de tijd niet hier. Mm-hmm. Dus we gaan hem, ik heb alvast wat gevacumeerd. Ik kan die mooi intrekken en dan gaan we hem dadelijk frituren. Heel bijzonder. Ja. Nou goed, terwijl de marinade dan even intrekt, kunnen wij er even tussenuit. Tot zo. Zeg maar, hey, handjes wassen. Ja, hier. Ja. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door vaneigenbodem.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door vaneigenbodem.nl. Nou, welkom terug aan Nederland Proeft. Ik laat Ed lekker zijn ding doen. Ik ga de mensen in het zorggroep Krabhof in Dordrecht ga ik verrassen met een kleurrijke middag. Oh, ik ben trouwens op tijd terug voor het eten. Ik zie je dadelijk. De bataat, oftewel de zoete aardappel. Die gaan we met een dun schillertje, heel voorzichtig, het velletje eraf halen. Nou, ik heb hier een paarse bataat. Je hebt ook witte bataat, oftewel de zoete aardappel. Ik heb er een beetje pompoen bij gedaan, ook voor de kleur. En met de rabarbe in de puree kleurt dat dadelijk ideaal. Dus even het velletje, zo schillen. Wel ook leuk dat hij hele mooie kleuren heeft, hè? Want ja, we gaan natuurlijk altijd voor kleur. En het oog wil ook wat, en niet alleen de smaak. En dan gaan we de kontjes eraf snijden. En dan gaan we in een kleine blokje snijden. Het is belangrijk voor de bataat en de pompoen om dezelfde blokjes qua grootte te snijden. Want dan worden ze even gelijk gaar. Rabarber hou ik iets groter, want die heeft iets korter de tijd nodig om gaar te worden. Zo. Allemaal bij elkaar in de pan. Snijd de pompoen ook aan blokjes. Zelfde maat als de bataat. Voegen we die ook toe. En de rabarber een beetje toevoegen. Mooie kleurtjes. En dan gaan we hem met een beetje boter, peper en zout... ongeveer een kwartier, 20 minuutjes scharen. En dan lekker dadelijk pureren met een eitje en een beetje boter. Dag dames. In het kader van gaan voor kleur... ben ik de gast hier in Krabbenhof, Dordrecht. Want deze mensen hier die verdienen het wel om meer kleur op tafel te krijgen. Dus wat denk ik? Ach, ik zou post niet zijn. Ik kleed het allemaal eens fantastisch aan. Voilà. Kan ik wel, hè? Nee, kom maar. Loop eens even mee. Hey, kijk eens. Schitterend, hè? Dat is Rob en hij is de hele dag al bezig geweest. Hoi Rob. Hallo. Zeg. Om alles klaar te zetten. Hoi, hoi. Ziet er fantastisch uit. Dank je wel voor je hulp. Ja, hoop werk al. Staat alles goed zo? Ja, prima. Prima. Ja. Heb je even tijd? Dan gaan we samen een smoothie maken. Ja, wat gaan we doen? Een smoothie maken. Een smoothie. Ja, helemaal goed. Ik ga je helpen. Misschien wil jij nog wat appel erbij doen? Erbij. Tuurlijk. Ja. Appel. Ja. Ik zie aardbeien. Ja. En rabarber zit er ook in. Rabarber. Oh, dat is echt een ongewaardeerde groente, ja. Hè, rabarber. Ja, prima, prima. Kijk, we hebben... Doen we even twee bekertjes inschenken. Ja? Ja. Rietjes erbij, denk ik. Ja, lekker. En dan kunnen we gewoon eens van genieten.
Nou, ik zie ze nog niet zitten. Ze komen toch wel zo, of niet? Ja, die komen allemaal. Ja, nou, ja, dan moeten we opschieten. Nou, ja. Waarom dan niet een paar meer? Maak het af. Tuurlijk, maak het af. Ben je altijd zo kleurrijk bezig? Ja, zeker. Ja? Ja, we proberen er altijd wel een feestje van te maken. Vind je het belangrijk om het verse product te maken? Ja, absoluut. Mensen moeten ook fit blijven hier in huis. En ja, daar proberen we alles aan te doen. Nou, dit ziet er fantastisch uit, maar kan ik nog iets doen voor je? Nou, je kan spiesjes maken, maar dan stuur ik even naar Ricky. Die met daar allemaal tomaatjes. En misschien wil je daar wat mee gaan doen. Ja, is goed. Ricky de Vicky. Ricky de Vicky. Ga ik daar naartoe. Oké. Neem het vlaggetjes mee. Vlaggetjes mee. Ja, super. Ricky, Ricky. Hey Winston, gezellig dat je er bent. Ja, dat vind ik zelf ook hartstikke goed. Zeg, ik moest wat tomaatjes spiezen. Heb je wat tomaatjes voor mij? We hebben hier een beetje kleur, dus het is wel leuk dat je daar een beetje rekening mee houdt. Ga voor meer kleur, hè? Ga voor meer kleur. Ja, dus doe vooral in ieder geval verschillende kleurtjes. Ja. Dan maak je het hartstikke leuk. Ik zie dat je leuke vlaggetjes bij hebt voor meer kleur. Ja. Nou, helemaal top, joh. Straks komen de mensen en die mogen hier plaatsnemen om te gaan eten. Ja, die gaan zo meteen alles proeven. Ik ben erg benieuwd hoe ze gaan reageren. Ja, ik ook. Ze hebben veel met rabarber gedaan. En veel met kleur. Ja. We zijn heel benieuwd wat ze ervan vinden. Zo, daar komt hij. Hou u vast, hè? Daar gaan we. Wilt u ook? Heeft u veel rabarber gegeten? Ook. Ja? Zuur en zoet. Nou, je ziet dit. Ze zijn allemaal goed aan het eten. En ik zie blije gezichten. Als u mij een kooktip mag geven, welke tip is goud waard voor mij als een jonge bink? Alles is goed. Alles is goed. Ja, ja, we zitten met smart te wachten. Met smart te wachten? Op de smoothie. Kijk, ja, belofte maakt woord. Jawel, met rabarber. Rabarber zit erin, er zit appel zit erin. Hij is niet te zuur en niet te zoet, hij is precies goed. Nou, hé. Hey. Schouderklopje voor Winston. Ja. Met liefde gemaakt. Ja. Zo, de radijsjes zijn ook bijna op. Mensen zijn blij, mensen zijn tevreden. En dan ben ik het ook. Ja, heb jij een oud-Hollands gerecht waarvan je denkt dat moet Winston echt weten? Vul het dan even in op de Facebookpagina. Yes? Ik wil niks zeggen, maar dan met die nummer 1 weer blijven lopen. Komt die nooit. Nee, zo komt hij. Oh, u wilt er een ijsje? Ja, ik zit er altijd. Ja, nou. De sperps heb ik uit het vacuüm. Je ziet het ook hier. Heel even licht gegaard. Nou heeft niet iedereen vacuüm natuurlijk, hè? Kan ik me ook voorstellen. Dus gewoon na het marineren in de koelkast, hè? Het liefst 24 uur, maar kan ook een uurtje of 4. Eventjes met een plastic folie in de magnetron. Ongeveer 5 minuutjes kan je ze voorgaren. Ik hou niet zo dat het vlees er overgaar wordt, hè? En hij zit precies mooi. Beetje rosé is hij nog. Er is een bereidingswijze dat je hem zo in de oven doet. Maar wij gaan hem frituren in arachideolie. Waarom doe ik dat? Want dan brandt hij in één keer dicht en dan blijft de marinade er daadwerkelijk in zitten. Dus dan eet je hem helemaal met volle smaak. Hier staan we grote frituren buiten. Eventjes testen. Dan is die goed. Eén voor één erin. Niet te veel. Lekker dicht frituren, dan blijft de smaak er mooi in zitten. En niet te lang. En heel belangrijk is om eventjes af te deppen op een keukenrolletje of een servetje. Zodat je niet het vet mee eet, maar puur alleen de smaak. Kijk eens eventjes. En dan eventjes nadeppen. Kijk eens, wat een mooie goudgele sperpjes. Dat kan je al een beetje voorbereiden. En dan dadelijk nog een klein tikje in de oven. Daar hoor ik mijn maatje al haar komen scheuren. Ik heb er nog eentje hier. Ik ben er weer! Ik hoor het! Woe! Krijgen we een beetje er doorheen? Ik ben zo blij met dit scootertje. Dat kan ik me ontzettend goed voorstellen, Wim. Oh, hey, kijk eens eventjes. Oh, krijg je al een beetje trek? Mag ik al proeven? Afblijven jij. Die gaat zo even in de oven. Ja? We gaan even aan de slag met de puree. Als jij de handblender even pakt. Yes, we should. Ik heb hier zo de pureetje van het vuur, moest kijken. Oh, mooie kleurtjes, hè? Wat gaan voor kleur. Ja, we gaan voor kleur. Ga ik hem eerst eventjes ouderwets stampen. Kijk. Zie je dat hij allemaal gelijk even gaar is nu? Wil jij een lepeltje pakken uit het dingetje daar zo? Ja? Zit hij hier nog in? Tuurlijk, kijk. Chef. Ja, en dan kan jij ze erin. Scheppen. Placeren, scheppen. Placeren. Heeft mooie kleuren, hè? Hey. Moet je ruiken. Ja. Daar heb ik al een klein beetje zout en peper toegevoegd, maar ik ga hem toch nog eventjes naproeven.
Doe even een lepeltje hier zo. Want je wil nooit iets te zout of te zoet hebben. Hé, hey, chef. Ja. Ik vind hem lekker. Ja, hij mag wel een beetje peper gebruiken. Een beetje peper. Zout doe ik er niet in, want ik heb gezouten boter erin. Okay. En daardoor gaat hij nog een beetje wat voller worden. Dus een beetje peper. Dinsen. Daar heb je helemaal gelijk in. Heerlijk de rabarber eventjes pureren. Ga vooral door, dan ga ik John halen. Ik zie jou zo. Heel erg lekker om een beetje volle van smaak te krijgen. Is een eitje erbij. En wat koude klontjes roomboter. Ik gebruik een beetje gezouten roomboter. Kijk eens, ideaal. Dat geeft hem een beetje extra meer smaak. En een beetje meer body. En ik vind het heerlijk om een klein beetje slagroom toe te voegen. Winston had al een beetje peper toegevoegd. Kijk eens, kind kan de was. Dan krijg je nu een hele mooie gladde puree. Nou, ik weet zeker dat het echt zo klaar is. Dus je gaat smullen. Oh, yeah. Leandra, jij bent een beetje de drijvende kracht achter deze man, of niet? Tuus. Ik doe mijn best. Ja, hè? Nou, daarom mag je ook lekker aanschuiven bij ons aan de tafel. Gaan jullie aan de andere kant plaatsnemen, alsjeblieft? Oh, kijk eens eventjes. Right on time. Leandra is er ook erbij. Hartstikke leuk, Leandra. Schaaltjes heen, kom zo het over. Hallo, ik ben Ed. Ga lekker zitten. We hebben al het een en ander voorbereid met elkaar. Het ziet er weer grandioos uit, jongen. Ja, wat hebben we van jullie mooie rabarber gemaakt? Als eerst heb ik de compot gemaakt. Die heb ik als laatste heb ik net een beetje fruit toegevoegd. Om een beetje frisheid door te spatelen. Ik heb een pureetje van de bataatzoete aardappel met rabarber. En ik heb er een pompoenetje doorheen gedaan. Geeft heel veel frisheid. Heerlijk. En natuurlijk de sperpjes. Oh. Krokant, pittig. Ik zou zeggen, laat het u allen smaken. Ja, ja, ja. Tussen de rabarbervelden. Ik ga even met Jan zo saampjes. Eet smakelijk allemaal. Het zoude. Zal ik een beetje opscheppen voor jullie? Niet zo opscheppen, hè? Ja. Hé, hey, sperps gaan we kluiven, hè? Ja, oké. Okay. Hey, die marinade is ook weer fantastisch, jongen. Echt. Oh, hij zit er nou ook echt in, hè? Ja. En je vingers worden niet zo vuil. En hierin zat ook rabarber, toch? Hm? Allemaal met rabarber. Zoveel lekkere dingen. Eet jullie thuis veel rabarber? Ja, best wel. En je leert steeds meer gerechten kennen. Dus wordt ook steeds gevarieerder. Mm-hmm. Alleen, ja, er moet toch suiker bij, dus je moet een beetje uitkijken dat het niet te veel wordt. Het is van natuur natuurlijk redelijk zuur. Mm-hmm. Hoeft niet altijd, kan ook met diksap, hè? Ook heel erg leuk. Dat is natuurlijke suikers. Ja, kan je ook gebruiken. Nou, dat is dan weer een tip. Ja, Nederland Proef zit vol met tips. Inderdaad, over tips gesproken. Wil jij meer weten over dit recept? Check dan gewoon even de website. En ook op de website vind je allerlei tips en weetjes. En ook allemaal leuke winacties. Dus hou zeker de website in de gaten. Volgende week zijn we er gewoon weer. Ook zelf de chef-kok, toch? We mogen het al open, hè? Goed zo. Maar dan zijn we te gast bij een courgette-teler. En ik duik in mijn teren waar ouders toch wel mee lopen te struggelen. Namelijk de combinatie van kinderen en groenten. Tot volgende week. Ciao. Tot volgende week. Ah, heerlijk. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door vaneigenbodem.nl.